Megapups. Klaar voor mega-actie, Ryder, meneer? Goed dat jullie er zijn, pups. Blijkbaar heeft burgemeester Humdinger een horde superklonen van zichzelf gemaakt. Dat is een hele bende Humdingers. De klonen hebben Katie's puppysalon opgetild terwijl zij en Kelly nog binnen zijn. Mega Chase, jij moet met je supersnelheid de Humdinger horde inhalen en tegenhouden. En Mega Rubble, jij moet met je superspierkracht de salon weer terugzetten. Mega Pups is niets te doen. Dat zijn allemaal stukjes van het verdwenen gebouw. Chase, volg het spoor en haal ze in. Kijk me gaan. Als je kan. Blijf waar u bent, burgemeester Humdinger. En zet die dierensalon neer. Maar houd het in stijl. Oepsie, weg is hier. Katie, ben je in orde? Wow! We hebben meer megapupkracht nodig. Marshall, je bent nodig bij de kloof. Ik ben klaar voor een roodgloeiende redding. Ik ben een Ryder. Mooi. Megapups, het is tijd om op te laden. Doe me! Oh ja! Pup-power! Marshall, ik wil een opgeladen supersprong om Katie en Kelly te bevrijden. Snel! Doe ik! Marshall, ik hou jullie hier weg. Hou goed vast. Dank je. Uh-oh. Chase, gebruik je supersonische blaf om de salon los te blazen. Vang hem, Rubble. Bedankt voor alles, Ryder. Graag gedaan. Mega Pups, klaar voor een mega actie, Ryder, meneer? Heel fijn, Pups, want de volgende missie is niet van deze wereld. Iemand heeft de vuurtoren in een ruimteschip veranderd en hij stijgt nu op. En het ergste, kapitein Turbot zit er nog in. Oh, vreselijk! Wij moeten de raket en kapitein Turbot weer aan de grond krijgen. Mega Sky! De vuurtoren stijgt snel op, dus jij moet hem met je wervelwindkracht op zijn kant draaien. En Mega Rubble. Jij moet met je superspierkracht de trekstraal van de Mega Jet sterker maken. We moeten dat vliegende gebouw weer aan de grond krijgen. Mega Pups is niets te doen. Oké, Ryder. De vuurtoren vliegt niet meer richting de ruimte. Goed gedaan, Megapups. Ik weet niet precies hoe lang ik dit kan houden. Zuma, Rocky, ik heb jullie en de zweefwagens nodig bij het water. Rocky, Zuma, het is tijd om op te laden. Ik kan helemaal tot de bodem kijken. Daar is hij. Hij gaat die kant op. Zuma, stop die vuurtoren. We snellen zo op die zeeslak af. Ja! Zo goed als nieuw. Ik ben ook blij om jou weer te zien, François. Bedankt dat jullie mij en mijn huis hebben gered, Paw Patrol. Hoi Danny, wat is er? Oh, hoi Alex. Waar is Danny? Hij hangt aan een reclamebord. Moet je zien? Wow. Het komt allemaal doordat de katjes van burgemeester Humdinger overal verkiezingsdingen heeft. Stem op mij! We komen eraan, Alex. Geen bord is te hoog, geen pup is te klein. Zet je voet op de ladder. Niets aan de hand. Gaat het, Danny? Extreem goed zelfs. Burgemeester Humdinger, u kunt niet zomaar spullen rondschieten. U moet stoppen. Ha! Ik stop pas als ik heb gewonnen. Kom met je helikopter en red
burgemeester Handinger. Deze bug gaat vliegen! Ryder, er zijn te veel ballonnen! Zeg tegen de burgemeester dat hij zijn kanonnen omhoog moet richten op de ballonnen. Burgemeester Handinger, richt uw kanon omhoog op de ballonnen! Klusje. Twee apenvriendjes gingen bellen blazen van boomsap en toen heeft de wind hen weggeblazen. We moeten ze zo snel mogelijk vinden en veilig omlaag halen. Dus voor deze missie wil ik... Tracker, jij moet met je speurtalent en je kabels de aapjes opsporen, zodat we ze veilig thuis kunnen brengen. Ik ben één en al oor. Paw Patrol is niets te dol. Ryder, de wind blaast nog verder weg. Blijf in een buurt. Hulp is onderweg. Meld je Chase. Ik heb jou en je net nodig om de kauwgomaapjes veilig te laten landen. Chase zit er bovenop! Tracker, probeer de bellen te raken met je kabels. Chase vangt de aapjes op in zijn net. Oké, Ryder, daar gaat hij. Ruff, net! Hebbes! Oh nee, het aapje zit vast aan mijn net. Hoe moeten we het laatste aapje nu redden? Ik heb een idee. Brock, het laatste kauwgomaapje komt jouw kant op. We hebben je hulp nodig om haar te redden. Groen is gaaf. Ik ben er, Ryder. Wat gaan we doen? Kun jij je stofzuiger omzetten, zodat die lucht gaat uitblazen? We gaan deze grond tot een grote, zachte bel blazen waar Mandy op kan landen. Nog een beetje groter. Uh-oh, de snavel van de toucan is heel scherp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? De ballon van Toerende Travis is lek geraakt en hij is ergens op Antarctica geland. Everest, jij moet in je sneeuwkat over het land op zoek naar Travis en zijn ballon. En Rock, jij kunt met je gereedschap de ballon weer repareren. Groen is gaaf! Ryder, ik zie de ballon van Travis. Mooi werk, Everest. We komen naar je toe. Dit is sowieso zijn ballon, maar waar is Travis? Kijk of je ergens een aanwijzing kan vinden. Ryder, ik zie pinguïnsporen en voetafdrukken. Travis is die kant op gegaan. De voetsporen leiden naar die grot. Travis is daar vast binnen. Travis! Oh, wow! Ik wilde je meenemen op mijn sneeuwkant, maar ik kan niet dichterbij komen. De wagen is te zwaar. Roef, lijm! Zo! Die is weer geplakt. Ryder, Travis zit vast in een grot. Maar ik kan niet dichtbij komen met mijn sneeuwkan. Hulp is al onderweg. Rubble, we hebben jou en je hoverboard nodig om Travis te redden. Rubble is aan de rol. Geen zorgen, pinguïns. Ik help jullie hier wel uit. Volg mij. Travis, ben je in orde? Pak mijn boord beter, hou je vast. Oké. Mooi werk, Bubs. Hij is zo goed als nieuw. Bedankt, Rocky. Sorry, Travis, maar ik heb met de kaart het gat geplakt. Geeft niks. Dan vertrouw ik gewoon op mijn sterke ontdekkingsinstinct om de weg te vinden. Waarheen ik ook ga, daar zal ik zijn. Bedankt voor alles, Paw Patrol. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Alex en meneer Porter zitten vast in een doolhof diep in de jungle. Gelukkig heeft Alex een kaart getekend die Mandy naar ons heeft gebracht. Tracker,
jij moet met je jeep en je supergehoor naar ze op zoek gaan. En check. Jij kunt met je drone de dichte jungle doorzoeken. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Ik geloof dat de olifant iets hoort. Motoren, het is de Paw Patrol. Help! Het moet dus iets harder. Misschien kan het olifantje helpen. Listen up, luister. Dat is vreemd. Ik hoor één baby-olifant en twee andere stemmen die doen alsof ze een olifant zijn. We moeten gaan kijken. Ja, dit is het dolf. Denk je dat de Paw Patrol onze olifant roep heeft gehoord? Ik hoor Alex. Te gek, erop af. Opa, dat is de droom van Chase. Gered, we zijn gered. Ah! Ik zie ze, Paw Patrol, we zijn hier. Tracker, kun jij Alex een lift geven? Kabels. Rubble, kom met je wagen naar het dorp. Rubble is aan de rol. Zal ik even wat wegslepen? Mega Pups, klaar voor mega actie, Ryder, meneer? Goed dat jullie er zijn, pups, want dit is een mega vreemde missie. Om de een of andere reden heeft de kopiekat met zijn wervelwindkracht de platvis zojuist op de top van Vulkaaneiland gezet. Oh nee! We hebben alle megapootjes nodig. Oké, mega pups is niets te dol. Pas op, dat is een heleboel hete lava. Daar is hij, Pups. Wacht, kapitein Turbot. Pups, spring allemaal op de platvis. Met al ons extra gewicht kunnen we de boot laten kantelen, zodat hij vanaf de vulkaan de zee inglijdt. Het werkt. Hou vol, Pups. Het wordt een heftig ritje. Mijn schip is zeewaardig en glijwaardig. Bedankt, Megapups. Ja! Hoi, meneer Porter. Wat is er aan de hand? Je moet snel komen. Mijn nieuwe overbot is over zijn toeren. Hij wil de hele stad afwassen. Ik ben bang dat die ongelukken van gaan komen. Geen zorgen, meneer Porter. Geen overbot is te kapot. Geen pub is te klein. Wat een bende. Chase, gebruik je pilonnen en megafoon om de bestuurders weer op weg te helpen. Pilonnen! Oké, allemaal. Deze kant op. Rocky, als jij nieuwe borden maakt, weet iedereen weer waar die heen moet. Hop, grijper! Burgemeester Goodway! Oh, kom snel! Dat is de robot van meneer Porter! Hij probeert mijn gedenkbord te pakken en ik ben bang dat hij straks breekt! We komen eraan! Wow! Dus hier heeft hij alle borden naartoe gebracht. Dat zal niet lang goed gaan. Maar we moeten als eerst die robot uit zien te zetten. Ik heb een idee. De overbot wil afwassen. Dus als jij nou vies wordt, komt de robot naar jou. Wij geloven in je, Rocky. Het is voor het goede doel. Ik hoop maar dat het werkt. Atom! Het werkt! Schroefdraaier! Heel goed, Rocky. Dan kunnen we nu de borden weer terugbrengen. Dank
Dankjewel. Jullie hebben mijn bord gered en geen seconde te vroeg. Net op tijd voor de lunch. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, Bubs. De taarten van meneer Porter vormen een wervelwind. Oh-oh. En deze tortaarto gooit taarten door de hele stad. Chase, jij zorgt met je megafoon dat mensen uit de buurt blijven van de tortaarto. En Rocky, alles dat stuk is gegaan, moet jij repareren. En Marshall, jij moet met je waterkanon alles schoon spuiten dat onder de taarten zit. Paw Patrol is niets te doen. Piepend schoon. Mooi hè, Kelly? Katie, je moet snel naar binnen. Oh nee, wat een bende. Ryder. De tortaarto heeft Katie's winkel overhoop gehaald en haar bord is kapot. We komen eraan. Marshall, breng Rocky op het dak. Louder. Grijper. Waterkanon. Oeps, sorry Rocky. Er zit toch geen taart op mij? Ryder, ik kan de tortaarto vanaf hier zien. Kom mee, Pups. Zolang er hete taarten in de tornado zitten, blijft hij doorrazen. Sky, Rubble, ik heb jullie nodig. We gaan de lucht in. Rubble is aan de rol. Sky, til Rubble op de kaak. Til nu boven de tortaarto en laat hem langzaam zakken. Zodra je binnen bent, kun je alle taarten eruit slaan. Shovel. Stukjes taart. Heel erg bedankt weer, Paw Patrol. Oh. Ryder, we zijn blij om je te zien. Ja, wat is de verrassing? Rex. Hallo allemaal, ik ben Rex. Hoi Rex. Leuk je te ontmoeten. Welkom in Avonturenbaai. Dit zijn de leukste pups die ik ooit heb ontmoet. Eigenlijk de enige pups die ik heb ontmoet. Je kent niet één andere pup? Nee, waar ik vandaan kom, ben ik de enige. Waar is dat? Dat is het andere deel van mijn verrassing. Gaan we weg met de Paw Patroller? Nee, hiermee. Wow. Fantastisch! Oké, pups, stap maar in. Wow! Fantastisch! Super mooi! Wow, wat is dat? Welkom op de dino-gronden. Dat zijn triceratops en dat zijn de velociraptors. Die zijn zo vet. Oh, dat zijn de pterodactylussen. Ze lijken op vogels, maar wist je dat er vliegende dino's bestaan? Nee, maar nu dus wel. Kom, ik laat jullie de rest zien. Dit is mijn huis. Oh. Wauw, wat stoer. Ik woon hier bij Taylor en Dr. Turbot. Zij is de beste dinodierenarts ter wereld. Dit is echt zo'n geweldige plek. Ja, kunnen we een rondrit doen met de Dino Patroller? Hey, dat is een goede naam voor de bus. Naar de Dino Patroller. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn, Pups. Dr. Turbot meldde een brachiosaurus groot probleem. Maak je klaar voor een dino-redding. Met fantastische dino-kleding. Moet je zien. Zo cool. Jullie moeten in je dino-wagens de brachiosaurus afremmen en uitvinden wat er aan de hand is. We dino doen dit. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Hoi, hallo. Mijn naam is Rex. Kunnen we je helpen? Je lijkt erg ongerust. Oh nee, ze zegt dat iemand haar ei heeft en ze kan het nergens vinden. Wie doet er nou zoiets? Drie verschillende eieren. Als die uitkomen, heb ik de beste dinosaurus brains. Oh! Hey,
Nee, blijf in je ei totdat we in Boerengat zijn. Oh. Gelukkig zit jij nog wel in je ei. Blijf daar staan, burgemeester Handlinger. U bent de dino-eisteler. Oh nee hoor. Wat heeft u daar in uw hand dan? Oeh, een kleine prikkende puppy. Oh, kijk al die lieve kleine dino-baby's. Ah, wat schattig. We brengen die kleine schatjes terug naar hun mama's. Ik denk dat deze van jou is, mama. Alsjeblieft. Bedankt, Ryder en Paw Patrol. Wanneer je een dino groot probleem hebt, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Mooi, want wij hebben een dino-redding voor de boeg. De Pterodactylus Maverick is hard gevallen en nu zit hij vast onder grote rotsblokken. Oh, arme jongen. Dus voor deze missie wil ik... Rex. We dino's doen dit. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Goeie timing, Pips. Oké, Rex, doe wat je moet doen. Dino Clown. Goed gedaan, Rex. Chase, nu jij. Rob, kabelbaan. Kabelbaan zit goed, Chase. Het kabelbaanharnas komt eraan. Ga jij eerst, dan ga ik naar jou. Brul, 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 brul. Supergoed, Maverick. Ja, woehoehoe. Zijn vleugels ziet er pijnlijk uit. Mama kan helpen. Als zij even zucht, dan gaat alles weer goed komen. Oh. De vleugel heeft wat steun nodig totdat hij geneest. Ik denk dat ik nog wel ergens een beugel heb liggen. Gevonden! Kun je me even helpen, Rocky? Dat doe ik graag, dokter Turbot. Het werkt! Ik ben aan het vliegen! Ah, zo te zien heeft Maverick zijn zelfvertrouwen terug. Bedankt voor de waanzinnige hulp, Poppetje. Wanneer Pterodactylus in nood is, blaf dan hem hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Wij hebben een enorme dino-missie. De vulkaan is aan het borrelen en roken. Dat betekent dat er elk moment hete lava uit kan barsten. Dat klinkt gevaarlijk. De dinosaurussen staan te eten in een graasgebied aan de voet van die vulkaan. Het is aan ons om ze in veiligheid te brengen. Kom op! Doen we gas goed! Oké, Paw Patrol is niet te doen. Brul, 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 brul! Tijd om te gaan! De vulkaan gaat uitbarsten! Heel goed! Volg mij maar! Het begint al! Rubble? Graaf een gleuf, zodat de lava van hier naar de kloof kan stromen. Een gleuf komt eraan. We zijn er bijna. Hoeven alleen nog maar over die brug heen. Oh nee, hoe komen we nu aan de overkant? Rocky, Zuma, pak de gevallen bomen en stapel ze over het gat, zodat de dino's veilig over kunnen steken. We brengen de dino's naar de overkant. Rubble, we moeten hier wegwezen. De gleuf is klaar. We gaan. Is het gelukt? Doe je ogen maar open. Het is ja! Het is weer lekker rustig hier. Hij zegt bedankt. Wow, graag gedaan. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer?
Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Er zit een dino vast in het moeras en wij moeten hem terug aan land brengen. Ik heb nog nooit zo'n vreemde dinosaurus gezien. Ik weet niet hoe die heet. Het is te ver weg om te zien, maar we weten het snel genoeg. Goed, voor deze missie wil ik... Zuma. Jij kunt met je amfibische dino-wagen door het moeras heen en de dino naar het vaste land brengen. Ik duik erin. En Rex. Omdat jij dinosaurus spreekt, moet jij erheen om de dino te kalmeren. We dino doen dit. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, je bent net op tijd, Ryder. Die dino zit vast in het moeras. Rex, kun jij verstaan wat hij zegt? Sorry, Ryder, ik weet het niet. Maar jij spreekt toch dino's? Dat klopt, maar die meneer spreekt... Kats. Kats? De katjes van burgemeester Handinger in dat dinosauruskostuum. We moeten die katjes redden. Ik help je wel, Zuma. Jullie hoeven niet te springen, jongens. Ik pak jullie. Raf! Dino Claw! Ga maar, Zuma. Hou je goed vast, jongens. We gaan golven maken. Goed gedaan, pups. Burgemeester Handinger's katjes zijn veilig. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn, pups. We moeten een baby stegosaurus uit een kuil redden. Voor deze missie wil ik... Rocky. Jij moet met de grijpers op je wagen één van de bomen verplaatsen. En ik wil ook... Rex. Rex, ik wil dat jij met je dino-klauw de andere boom weghaalt. We dino doen dit! En Sky. Als de bomen weg zijn, pak jij je vliegtuig om de baby stegosaurus uit de kuil te tillen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niets te dol. We zijn bijna bij de kleine stegosaurus, jongens. Nog maar een klein stukje. We zijn hier. Ik ben blij dat jullie er zijn, Paw Patrol. De stegosaurus zit super vast. Brul, 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 brul. Dat is stegosaurus voor. Hou je taai, maatje. We komen je redden. Oké, Rocky, Rex, pak die bomen. Doen we. Dino Claw! Eén, twee, drie, trekken! Fantastische boomsleep, pups! Oké, Sky. Tijd om hem hieruit te tillen. Harnas! Brul, 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 brul! Je kent het! Stap maar in de gordel! Heel goed! Brul, brul! En hij zit! Goed werk, Rex! Sky, til hem op! Ben al bezig! Nu heb ik alleen nog een plek nodig om hem neer te zetten. Ah, kijk, hij heeft zijn mama weer gevonden! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer! De Turbots zijn in dino-gevaar, pups. Ze zitten vast op een wilde Triceratops. Dat is een wild, wild ritje. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in! En Rex. We dino doen dit! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oh, vlieg op, vliegende vlegel! Chase, we hebben een afleiding nodig. Ruff, Pepper! Sky, dit is je kans. Pak één voor één het harnas. Hier, jij mag eerst. Wow. Dank je. Dat was één. Nog één te gaan. We zitten alors. Stop het, dinosaurus. Snel, ik zit het aan mijn oksels in de deel. Robohond, werp de grijpers van de Dino Patroller in de kuil.
Rex, hou jij de Triceratops kalm? Komt goed. Brul, brul. Rustig, rustig. We helpen je. Doe je gordel om, maatje. Hou hem omhoog. Goed gedaan. Dan redden we nu François. Waf, Dino Claw. Ja, merci, Rex. Robbehond, til ze er maar uit. Bedankt voor de redding uit de prehistorische Penari, Paw Patrol. Graag gedaan. Als je op een loslopende triceratops zit, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Drie van onze vogels worden vermist. Daarom wil ik voor deze missie... Sky. Jij moet met je helikopter in de lucht op zoek gaan naar meer naar de Treurmina. Zij is de enige die kan vliegen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niet te dol. Ryder, ik zie de vermiste vogels, maar ze vliegen weg. Huh? Alle drie, Sky? Want kippen en struisvogels vliegen niet. Wel als ze in een luchtballon zitten. Oh-oh, volg die ballon! Sky, probeer de ballon met je helikopter omlaag te drukken. Hou vol, vogeltjes! Vang de struisvogel! Om 12 uur naar boven! Chase, vang hem met je net! Ruff, net! Goed gedaan, Chase. Dank je. Maar nu is Chicoletta helemaal alleen naar boven. Travis, we moeten je hoog genoeg krijgen zodat je bij het touw kan komen. Marshall, kom zo snel mogelijk hierheen met je brandweerwagen. Oké, ik ga vlammen. Ik ben er, Ryder. Top, pak je ladder. Ladder. Oké, Travis, je weet wat je moet doen. En ik heb hem. Wees niet bang, angstige passagier. Ik, toerende Travis, zal deze ballon veilig en deskundig naar de uitkijk manoeuvreren. Dankjewel, Ryder en de Paw Patrol, voor het redden van mijn lieve Kippie Poe. Wanneer je vogels wegvliegen, blaf dan om hulp. Hallo, avonturenbaarrezers en... nieuwkomer. Wie is dat? Volgens mij heb ik hem nog nooit gezien. Ik ben Humkid, het grootste stoere kind van de stad. Deze race is zonder motoren of raketten of iets dergelijks. Op uw plaatsen. Sta klaar. Start! Ja! Start, raket! Ik ga supersnel! Veel te snel. Oopsie. Wow. Misschien moeten we Alex en Humkid helpen. Geen zeepkistracer is te snel. Geen pup is te klein. Ah! We zijn er al, Alex. Zuma kan je met de bumpers weer terug op de racebaan duwen. Woehoe! Bedankt, Paw Patrol. Doei. Mooi werk, Zuma. Ik ga kijken hoe het gaat met Chase en Humkid. Ik ben er om je te redden. Wat? Ik ga winnen! Oh, shit! Yippie-ki-yay! Hey, waar ga ik nou heen? Dat is burgemeester Hamdinger op een raket. Waarom is er nou niemand die mij kan komen redden? Ik kan je pakken, maar raak niet in paniek. Jij hebt makkelijk praten, maar ik zit hier op een op hol geslagen raket. Yes! Het is maar goed dat ik niet in paniek ben geraakt. Jij bent de avonturen bij Zeepkistenrace-kampioen. Bedankt, burgemeester Goodway, maar het was niet gelukt zonder de Paw Patrol. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Burgemeester Goodway en boer L zijn tijdens het parachutespringen naar een bergwand gewaaid. Wow, dat ziet er best eng uit. Loopt er ook een bergleeuw rond. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in.
En ik wil ook Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Kijk uit, dat zien bange ogen graag. Oh, kom, Chickaletta. Oh, groetjes, Chickaletta. Ik heb je, Chickvogeltje. Bedankt, Sky. En ik ben zo terug om u op te halen, burgemeester. Die bergleeuwin klimt naar burgemeester Goodway. We moeten haar daar weghalen. Ruff, kabelbaan. Ruff, megafoon. Burgemeester Goodway, met die kabelbaan kunt u naar beneden komen. Ik ben zo avontuurlijk. Maar niet stoer genoeg om naast een bergleeuw te staan. Oh! Wat is burgemeester Goodway nu weer aan het doen? Oh, misschien was dit toch niet zo'n goed idee. Drie kleine welpjes. Oh, wat lief. Ryder, we moeten de burgemeester helpen. Marshall, we hebben je hulp nodig. Ik kom eraan. Burgemeester Goodway, probeer de ladder te pakken. Wow, ophouden nou. Straks doe je jezelf nog pijn, schatje. We brengen de baby terug naar zijn mama. Goed gedaan, Marshall. Ja, Marshall. Erg dapper. En hoe schattig die welpjes ook zijn. Ik ben toch echt een kippenliefhebber. Kom eens hier, liefje. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie zo snel zijn, pups. Toen de schoolbus vanochtend kwam, was Alex verdwenen. Oh nee. Oh nee, toch? Maar wij gaan hem terugvinden. Voor deze missie wil ik... Sky. Jij kunt met je kijkers en helikopter naar Alex zoeken vanuit de lucht. Ruff, we gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Sky, al een teken van Alex? Help! Alex en zijn mini-patrol zijn op de platvis en die vaart wild in het rond. Oh nee, kaptein Turbot, Bunny en Piep zijn in het water gevallen. Ik kom eraan. Zuma, kom met je hovercraft naar de oceaan bij Zeehondeneiland. Ik duik erin. Alex, maak je klaar om gered te worden. Jee, we zijn gered. Ik kan de gebaksdoos niet heel lang meer omhoog houden. Ik help je, gast. Bedankt, Zuma. Je hebt de beestjes en de gebakjes voor een zoutwaterbad behoed. Welkom aan boord, kapitein Turbot. Dank je, Ryder. Maar iemand moet de platvis tegenhouden voordat hij tegen Zeehondeneiland botst. Pak het stuur, Zuma. Doe het. Ik moet een epische sprong maken. Hovercraft, autopiloot. Hoppa. Goed, tijd om het schip te keren. Weg van Zeehondeneiland. Ja! Ja! Hoi, opa. Sorry dat ik wegging zonder iets te zeggen. Bedankt voor het redden van de cupcakes en de mini-patrol. Graag gedaan, Alex. Wanneer je ons nodig hebt, blaf. Dan hem help. Burgemeester Goodway? Ryder, de sleutel van de stad is gestolen. Burgemeester, ik wil aangifte doen van diefstal. Er rijden rovers op het strand. En ben je te museum? Ryder, wat moeten we toch doen? Burgemeester Goodway, kunt u met de andere getuigen de voertuigen beschrijven? Ze zagen er precies zo uit als jullie wagens. Maar wij gaan uitzoeken hoe het zit. Geen sleutel is te vermist, geen pup is te klein. Onze missie is de verdachte identificeren en tegenhouden. De dieven zijn met een sleutel binnengekomen en hebben toen de buit meegenomen. Dus degene die de sleutel heeft, communiceert met degene die de wagens heeft. Misschien kan ik meeluisteren. Ahoy, alle piratenwagens. Kom naar de geheime plek buiten de stad. Dat is Sid de Schavuit. Arr, hierheen. We kunnen nog ontsnappen. Jij bent alleen maar meer ballast, krapje. Ik heb deze nog. Ik kom terug en de volgende keer neem ik wel alles mee. Zuma, hou ze tegen. Ah! Ah! Ho, ho!
mijn sleutel nog wel? Waar is hij gebleven? Dank je, Ryder. Dank jullie, pups. Graag gedaan. En onthoud, wanneer piraten komen plunderen en stelen, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Ome Otis is in nood. Hij ging op zoek naar de verloren goudmijn, maar stapte toen in een val. Ergens diep in de jungle. Oh, klompjes. Oh, nee. Dus voor deze missie wil ik... Chase, jij moet met je drone de jungle doorzoeken. Chase zit er bovenop. En Tracker, jij kunt met je kabels en supergehoor op zoek gaan naar Otis. En als je bij hem bent, kun je hem bevrijden met je multitool. Ik ben één en al hoor. I am all ears. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ome Otis is hier vast geweest. Maar welke kant ging hij op? Chase, stuur je drone over deze weg en ga op zoek. Oké. Run! Drone! Tracker, slinger daarheen en gebruik je supergehoor om Otis te lokaliseren. Doe ik! Woof! Kabels! Ome Otis, hallo? Het wordt al laat en het is straks donker. Maar dat geeft niet. Ome Otis heeft me nodig. Hallo? Hallo? Is er iemand? Dat klinkt vreemd. Ome Otis! Ik ben er ondersteboven van om jou te zien. Hou vol, ik help u wel. Wat een geluk. Multitool! Bedankt, Paw Patrol. Sorry dat ik jullie zoveel problemen bezorg. Graag gedaan, oom. Als je verdwaald bent in de junglemijn, blaf dan om hulp. Hoi, Everest. Wat is er? Meneer Wingnut heeft een high-tech smart home systeem bij ome Otis geïnstalleerd. Nu zitten ze samen opgesloten. Dat klinkt niet goed. We komen eraan. Want geen hut is te slim, geen pup is te klein. Marshall, breng je ladder daar naartoe. Doe ik. Woe, woe. Ladder. En Rocky, klim door dat raam naar binnen. Deze pup klimt hogerop. En klimt naar binnen. Bedankt, ome Otis. Wow, wat is het hier warm. Waar is het bedieningspaneel? Eerder het niet te bedienen paneel. Ik verwijder het voorpaneel, zodat hij kan zien hoe die uitgaat. Woef, schroevendraaier. Pas op! Ik heb de anti-uitzetoptie toegevoegd. Ik haal hem wel weg. Nee, wat? Vakantiemodus geactiveerd. We moeten met z'n allen die hut volgen. We moeten die hut tegenhouden. Kijk! Everest, gebruik je grijphaak om hem af te remmen. En grijphaak! Perfect! Trap nu op de rem! Stop en trekken! Ik hoop dat u een lange vakantie heeft gehad. Het spijt me wel dat ik je hut bijna van een klif af had geüpgraded. Ach, heeft niet. Eerlijk gezegd vind ik het wel prima zonder al die chique gadgets. Bedankt dat jullie mij en mijn ouderwetse huis hebben gered, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je hut iets te slim wordt, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder en meneer. Goed om te horen, pups. Er zijn problemen in de tunnels. Durvel Danny X heeft geen controle over zijn raket. En Wielen kan niet meer stoppen. Nee. Wielen? Wie is dat? Juf Marjorie. Dat was haar bijnaam toen ze rollerderby kampioen was. Dus voor deze missie wil ik... Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. En dan wil ik nog... Marshall. Ik ga vlammen. Oké. Paw Patrol is niets te dol. Ik ben blij dat jullie er zijn. We hebben Danny en juf Marjorie niet meer gezien sinds ze hierin gingen. Chase, zoek die op hooggeslagen skaters. Komt goed, Ryder. Drone!
We gaan te snel. Ik kan niet stoppen. Hou vol. En geef me mijn trui terug. Kledingstuk, activeer! Daar komen ze. Marshall, Chase, hou ze tegen. Lekker. Bedankt, Paw Patrol. Dat was echt extreem. Maar iets wat ik nooit meer ga doen. Graag gedaan, Danny. Wanneer we je raket moeten stoppen, blaf dan om hulp. Dit is een vreemde missie. Mandy en de aapjes hebben een klimrek om Carlos weten te bouwen en nu zit hij vast. Help! Echt waar? Hoe kunnen aapjes zoiets bouwen? Tracker vertelde me dat ze allemaal kleurrijk gereedschap hebben gevonden. Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Groen is gaan. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Kom terug, een aap heeft geen tang nodig. En jij ook, geen plezier. Paw Patrol, ik ben zo blij jullie te zien. We helpen graag, Carlos. We zorgen dat je snel weer vrij bent. Rocky, haal het klimrek uit elkaar. Doe ik. Hop, schroevendraaier. Bedankt, Rocky. Ryder. Geen probleem, Carlos. Ryder, Carlos, hebben jullie Mandy gezien? Nee, waarom? Daarom! Die band komt van de Paw Patroller. We moeten dat gereedschap pakken voordat de aapjes nog meer uitspoken. Ruff, megafoon! Verse bananen, kom maar halen! Goed teamwork. Jullie zijn hele brave pups. Bedankt, Ryder, Paw Patrol. Jullie hebben de jungle behoed voor een hoop apenstreken. Wanneer een aap gereedschap in je jungle gooit, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. De burgemeesters Goodway en Handlinger zitten vast op een slee die in een grote spleet in het ijs zit geklemd. Oh, angst! Arme burgemeesters. En drie wolven willen de lunch van Handlinger hebben. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Chase, die wolven moeten daar weg. Ruff, Pepper. Mooi, Rubble, vlieg de kloof in en breng ze één voor één naar boven. Twee burgemeesters, komt eraan. Zal ik jullie weer naar boven brengen? Ik eerst. Everest, volg die burgemeesters. Ryder, ze zijn vlak bij het water geland en ze vielen heel erg hard. We moeten terug naar de vaste grond. Ik red je, Chicoletta. Burgemeesters, de Paw Patrol brengt jullie weer aan land. De wind, die blaast ons naar de zee toe. Zuma, de burgemeester zit te vast op een ijsschots. Kun jij ze weer terugduwen? Dat komt helemaal goed, gast. Zuma! Wat ben je van plan? Ik ga een ritje met jullie maken. Everest, denk je dat je erbij kunt? Ja. Grijphaak! Schiet op! Mijn teentjes worden bijna nat! Oh, bedankt, Paw Patrol. Jullie hebben ons gered. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je vast komt te zitten op het ijs, blaf dan om hulp. Heeha! Welkom bij de Ramprollende Rodeo-wedstrijd. En dit is mijn medepresentator Rusty. Zeg eens howdy, Rusty. We beginnen met
De wilde hengstenrit. Deze twee mannen moeten zo lang als ze kunnen op hun hengst blijven zitten. Degene die het langste volhoudt, wordt onze raprollende rodeo-kampioen. Succes, burgemeester Hamdinger. Ha, dat heb ik niet nodig, want ik heb namelijk lijm. Voorzichtig, katje. Die lijm wordt een beetje druiperig. Wat? Wacht, oh, ze zijn nog geen hop en op. Burgemeester, spring er vanaf. Dat gaat niet. Mijn broek zit eraan vast. Rusty, pas op. We kunnen nog niet weg. Ik heb nog niet gewonnen. Rustig maar, Cowgirl Barrel. Wij lossen het op en halen Rusty terug. Snel als de bliksem. Maar hoe redden we Rusty en burgemeester Hamdinger? Met een paar extra puppootjes. Zuma, je moet een paard gaan vangen. Ik duik erin. Oh, oei. Brave jongen, dan gaan we nu naar huis. Maar wie helpt mij dan? Chase, blaf om je werper. Ruff, werper! Als je de motor raakt met deze magneet, zou de hengst moeten stoppen. Heb ik gewonnen? Oh, bedankt jongens. Jullie hebben de show gered en mijn paard geholpen. Oh, dat is niks joh. Als het westen te wild wordt en je komt in de problemen, blaf dan om hulp. Mini Patrol, er komt slecht weer aan en dat verpest onze tekening. Onze missie is zorgen dat hij droog blijft. Mini Patrol is niets te doen. Oké, blijf staan en let op de tekening. Wow! Oh nee, de wind blaast de Mini Patrol weg! Oh nee! Stop! Oh no, ik ben snel de Paw Patrol. Wat goed dat jullie er zijn! Marshall? Laat hem gewoon! Niks aan de hand. Ryder, ik denk niet dat Kelly het nog lang kan volhouden. Chase, werp je net. Ruff, net. Goed gemikt. Julia, Julius, doe hun parapluutjes af, zodat ze niet nog een keer wegwaaien. Hoor ik die struik nou kakelen? Dat was de struik niet. Het is Chicoletta! Mooi! Heel goed, jongens. Alex, tijd om naar binnen te gaan. Oh, iedereen is veilig. Maar de regen gaat wel alles wegspoelen. Het was een goed idee om het te bedekken met een mini-patrol, Alex. Het is nog steeds een goed idee. Kunstwerk is gered. Als de regen je perfecte dag lijkt te verpesten, blaf dan om hulp. Hallo, Boer El. Ben je blij met je belangrijke ochtend? Net nog wel, maar dat was voordat iets of iemand mijn regenboogaardappel had gestolen en mijn tuin had geruïneerd. Wat vreselijk. Die kerel van dat bijzondere groenteboek kan hier ieder moment... Oh! Wat is er? Hij is vroeg. Maar dat dit een alleraardigste aardappeldag wordt. Geen zorgen, wij kunnen dit oplossen. Geen aardappel is te vermist, geen pup is te klein. Het is een bende, maar dat geeft niet. Ik ga aanwijzingen zoeken. Dit voelt heel stevig, Rubble. Je kunt het gat opvullen. Chase, heb jij al iets? Misschien. Kijk hier maar. Ik heb een pootafdruk gevonden. Gebruik je drone om uit te zoeken bij wie ze wel horen. Misschien heeft diegene de aardappel. Ruff, drone! Volg die drone! Ze hebben zoveel lol. Hoe krijgen we die aardappel terug? We leiden ze af. Pak je werper en schiet wat echte stuiterballen. Ruff, werper! Het is gelukt! Dan gaan we nu naar de boerderij.
een regenboogaardappelfan? Juist. Je begint een publiek te krijgen dat graag je speciale groenten wil zien. Dus waar is die aardappel? Nou, om eerlijk te zijn is hij, hier. Oh, no. Ik verklaar bij deze dat de regenboogaardappel van boer El een van de groentewonderen van de wereld is. Ja! Fantastisch! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? We moeten zijn verloren kaart vinden en zijn hoeverslee repareren, zodat de kerstman zijn kerstcadeaus uit kan delen. Waar is mijn kaart? Oh, nee. Dus voor deze missie wil ik... Spion Chase. Kerstspion Chase zit er bovenop. En Rocky. Groen is gaan. Naar de Noordpool. Oké, Paw Patrol zit in de kerstrol. Geen geluk. Rocky, probeer te ontdekken wat er mis is met de hoeverslee. Komt in orde. Nu moeten we die kaart terugvinden. Chase, probeer een geur op te pikken. Oké. Volgens mij ruik ik kaneel. Dat is van het kaneelbroodje dat ik at toen ik de kaart aan het bekijken was. Oh, dan zal de kaart ook naar kaneel ruiken. Zo te ruiken komt de geur daar vandaan. Ruff, drone! Hoe gaat het met de hoeverslee, Rocky? Het is een beetje lastig. Ik ken deze materialen niet, maar ik blijf het proberen. Mooi. Ryder, volgens mij zie ik een deel van de kaart in de kerstboom. Op dit deel staat avonturen bij. Als de kerstman dit niet ziet, weet hij niet dat hij hier langs moet komen. Dan moet jij terug naar de Noordpool. Snel. Maar ik denk dat mijn hoeverslee het niet meer gaat doen. Geen zorgen. Jij kunt op een andere manier naar de Noordpool. Hup, Dasher! Hup, Dancer! Kerstman, wacht! Ho, wat is er aan de hand, Percy? Er mist een stuk van de kerstmisbezorgplattegrond. Avonturenbaai, natuurlijk! Die mogen niet overgeslagen worden. Bedankt, Percy. Eigenlijk moeten we Ryder en de Paw Patrol bedanken. Kerstman, hij is het echt! Ja! Ja! Wat een brave pups. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Tracker volgde een geluid vanuit de jungle en is toen verdwenen. We moeten Tracker opsporen? Dat klopt. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. En Sky. Deze pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Dit lijkt me een goed moment om je drone te gaan gebruiken. Ruff, drone. Apen met reuzenvoeten? Grote hagen, misschien heeft hij Tracker gezien. Sky, kijk of je die aap ziet vanuit je helikopter. Wacht, Ryder, ik zie ze. Grote Harige gaat er vandoor met Tracker. Oké, kan je dichterbij komen met je drone? Oei. Harnas! Thank you, Sky. Wat is er met Grote Harige? Ik geloof dat ik hem met iets moest gaan helpen. Er is iemand in nood. Die kant op. Oh, daar is nog een grote aap. Die zit vast in die put bij de ruïne. Daarom had Grote Harige je meegenomen. Je moest helpen om Kleine Harige te redden. Geen zorgen, my friend. We krijgen je hier heus wel uit. Wacht maar. Rocky, breng wat gebruikte planken van Carlos zijn boomhut. Weggooien? Tuurlijk niet. Klaar. Ja, laat hem maar zakken. Beetje te zwaar. Wanneer je ons nodig hebt, dan... Jan, help! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Danny en Ace beklimmen de El Grande, maar kwamen te dicht bij een arend. Nu houdt de arend ze vast op de berg. Dus voor deze missie wil ik... Scar, jij kunt met je helikopter de arend afleiden, zodat hij Ace en Danny met rust laat. We gaan de lucht in! En Spion Chase, jij kunt met je zipline Ace en Danny van de bergwand afhalen. Spion Chase zit er bovenop.
Oké, Paw Patrol is niets te doel. Arend heeft nog steeds mijn selfie stick. Ryder, wat ben ik extreem blij om jou te zien. Deze arend laat ons niet met rust. Sky, zorg dat die arend weggaat. Ga ik doen, Ryder. Al is dat wel een grote vogel met enorme klauwen en een scherpe snavel. Kom hier nou, vogeltje. Kom maar, volg mij. Ik zie het al, je wil spelen. Je bent eigenlijk helemaal niet zo eng. Je wil gewoon lol trappen. Goeie move. We halen jullie weg voordat de arend terugkomt. Chase, pak je zipline. Doe ik. Ruff, zipline. Kom maar aan. Vooruit, Danny. Nu is het jouw beurt. Gelukkig, je bent veilig. Echt wel. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Mijn selfie-stick. Bedankt, vogel. Zullen we nog een stukje klimmen? Echt wel. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De platvis is gestrand op Tok Tok Eiland. En de kippen die daar wonen houden Chicaletta vast op hun troon. Dus voor deze missie wil ik Rocky. Ruff, groen is gaan. En Sky. Deze pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te doel. Oh, Ryder, wat goed je te zien. Deze kippen zijn zo dol op mijn tasdier dat ze haar niet laten gaan. Hulde aan koningin Tok Tok. We zullen ze ergens mee af moeten leiden. Maar die kippen laten haar nog geen seconde alleen. Ik weet misschien wel iets. Robbehond, je moet even iets komen brengen. Nog één laatste spijker. Dank je. Opschieten, Rocky. Die wilde wolken waaien strandwaarts. De storm keert weer terug, Ryder. We moeten opschieten. Wacht nog even. Wacht nog even. Hulde aan, koningin. Schijn even bij, pups. Ruff, zaklamp. Jongens! Gelukkig vaart de platvis weer. Volle kracht vooruit! Oh, Paw Patrol, hoe kan ik jullie bedanken voor die dappere redding? Wanneer je koningin Tok Tok moet redden, blaf dan om een gouden standbeeld. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Blijkbaar heeft de ballon van toerende Travis zich aan de platvis gehaakt en de wind heeft ze naar de woestijn geblazen. Dus we moeten de boot van kapitein Turbot naar zee brengen. En de hete luchtballon van Travis moet weer terug in de lucht. Dus voor deze missie wil ik... Rocky! Jij moet met je gereedschap een trailer bouwen die groot genoeg is voor de platvis. Groen is gaan! Oké, Paw Patrol is niets te doel! Rocky, begin met het bouwen van de trailer. Doe ik! Nu moeten we van de leeggelopen ballon een zeil maken. Rubble, Zuma, kom mee! De boottrailer is klaar om te gaan. En de platvis heeft een prachtig nieuw zeil! Goed gedaan allemaal! Maar hoe moet mijn boot op die trailer terechtkomen? Rubble, grijp de boot vast en trek hem erop. Zo te zien is de woestijnplatvis klaar voor haar eerste reis. Travis, kapitein Turbot. Hou je vast, we gaan vertrekken. Volgende halte, avonturenbaai. U kunt weer aan het werk,
kapitein Turbot. Dank je. Oh, door die hobbelige landtocht is deze zeeman een beetje zeeziek geworden. Maar hoe kom ik nu met mijn ballon weer terug in de lucht? Dat gaat makkelijk lukken met Zuma's propeller. Zo te zien gaan we bijna weer opstijgen. Bedankt voor de wonderlijke redding, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je toch de verkeerde kant op gaat, blaf dan om hulp. Burgemeester Goodway, alles in orde? Die dame op kippenstam wilt kun je vergeten. Want avonturen bij is van de Gromgrom Club vanaf nu. Gromgrom Club! Gromgrom Club! Geen motor bromt te hard, geen pub is te klein. Paw Patrol, de enige manier om die motorbandieten te stoppen is als motopubs. Kijk daar eens. Pups, een warm welkom voor de eerste kat bij de Paw Patrol. Wildcat, fantastisch. Ja, wow. Dat is vast het clubhuis van de motopups. Nu geeft de Gromgrom Club een huisbrekend cadeautje. Ze rollen naar de kloof. Klaar, Wildcat? Miauw, superspeed boosters. Hey, trap op de rem, anders ga je lelijk vallen. Ja, het is gelukt! Vette move, Wildcat! Probeer nu zijn wiel te stoppen met je bol. Gaat me lukken! Miauw! Bolbalwerper! Wildcat, ik wist al dat je het kon. Fantastisch! Ja, heel vet! Wat een redding! Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Burgemeester Hamdinger heeft een speciale vuilniswagen, de troepdinger. En nu zit er een zeemeeuw in die op de omkeerknop heeft gedrukt. En nu gooit de wagen vuilnis door de hele stad. Dus voor deze missie wil ik... Ska! We gaan de lucht in! En Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Zelfs hier liggen nog een heleboel afvalblokken. Het komt wel goed met dit. Wat een mooie truck, Ryder. Kijk dit maar. Wow, dat is nog eens upcyclen. We verzamelen en veranderen. Ik zie de troepdinger. Waar is hij? Net buiten de stad en op weg naar een brug. En hij gaat open. De brug is al open. Maar hoe komen we bij de wagen? Al die troepblokken blokkeren de weg. Upcyclen is altijd een oplossing. Dit plan bevalt me wel, Rocky. En we zijn klaar. Nu pak ik die wagen. Hebbes! Woe! Fantastisch gedaan, Rocky. Oh, bedankt voor al jullie hulp, Paw Patrol. Graag gedaan, hoor. Als je wordt bekogeld door een troepdinger, blaf dan om hulp. Dit is mijn favoriete stripboek, Puppinator. Wow, fantastisch. Cool. Laten we Puppinator spelen. Doen jullie Puppinator? Doe je mee? Hoi, burgemeester. Is alles oké? Okay? Absoluut niet. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Het bezorgvliegtuig is per ongeluk het harnas verloren. De stukken zijn overal in de stad neergestort. Maar dat harnas is een cadeau voor de prinses. Daarom hebben we ook veel haast. Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Daarna kun je het harnas in elkaar zetten met je upcyclewagen.
Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Dat hoop ik ook. Hoi, burgemeester Goodway. De trein van de prinses is er. Zeg maar alsjeblieft dat het gelukt is. Kijk u zelf maar. Phew. Gegroet, uw koninklijke hoogheid. We hebben een heel speciaal en uniek cadeau voor de prinses. Oh, mijn excuses voor de overlast, burgemeester Goodway. Overal waar we langskwamen, waren de mensen zo attent. Hoi, burgemeester Goodway. We hebben het hard. Ryder, wist jij dat de prinses een hele treincoupé vol heeft met harnassen? Wauw. Ryder, ik weet misschien wel iets. Ik ben zo terug. Rubble, het harnas moet terug in de upcyclewagen. Ah, Pepinator, we zijn groot fan. Dankjewel, Paw Patrol. Als je een cadeautje nodig hebt, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? De Gromgromclub heeft een mini-donutmaker van meneer Porter. Die moeten we weer terughalen. Dus voor deze missie selecteer ik... Sky. Deze motopup gaat rijden en vliegen! En Rocky. Groen is gaan, moto gaan! Oké, Paw Patrol is niets te dol! Oeh, klinkt alsof het werkt! Hé, hey, daar zijn ze, Ryder! En daar is de mini-donutmaakmachine! Nu maakt hij mega donuts! Oei, dat is een grote donut! En hij rolt naar de Gromgromclub. Wow! Ah! Snel naar de schuilplek! Hey jongens, zijn jullie oké? Okay? Het kan wel slechter. Zie je? We moeten hem uitzetten, snel! Maar hoe? De enige opening is dat kleine donutgat. Er is een heftige sprong nodig om daar te komen. Zijn je nou heftige sprong of fantastische sprong? Miauw! Rocky, de schans! Ik ga naar binnen! Maar we zitten nog steeds vast en we kunnen er niet uit. Wees daar maar niet zo zeker van. Ja, we eten onszelf eruit. Oké, meneer Porter. Uw mini-donutmaker is weer klaar om te bakken. Woehoe! Meneer Porter, wanneer je een hulprondje nodig hebt, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgromclub heeft de burgemeester uit zijn grot gegooid. En boven op een klif? Dat klopt, Rocky. Dus voor deze missie selecteer ik... Marshall. Ik ga vlammen! Motostijl! En Rubble. Rubble is aan de motorrol! Oké, Paw Patrol is niets te dol! We zijn er, burgemeester Hamdinger. Marshall, help hem omlaag. Rubble, haal die steen weg. Gewoon kalm blijven, burgemeester. Dan bent u zo weer beneden. Oh, wat hebben ze gedaan? En ze hebben mijn katjes. We halen de katjes terug. Wildcat, kom snel naar Boerengat. Hey! Ik ben klaar voor een wilde rit. Jongen, hij is wel echt snel. Jap, rollen maar. Jullie zijn erbij. Zo is het wel weer genoeg geweest. Waar zijn de katjes? Daar beneden! Geen zorgen. Chase, Rocky. Chase zit er bovenop. Groen is gaan. Ik ben er, Ryder. Ruff, zipline! Ik kan dit niet aanzien. Ontkoppel!
het pakketje. Tennis. Yes! Wanneer uw katjes vermist zijn, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar rijdt burgemeester Goodway hard door de stad met de Gromgrom Club. Chickaletta! Dat klinkt gevaarlijk. Dus voor deze missie selecteer ik Sky. Jij moet met je nieuwe motorvliegtuig op zoek naar burgemeester Goodway. Deze motopup gaat rijden en vliegen! Oké, Paw Patrol is niet de doel. Dus, mag ik nu bij jullie clubje? Als je echt bij onze club wil horen, moet je door de bol van staal. Dus, Batway, ga in de bal en laat zien hoe stoer je bent. Goed. Chickaletta, ben je klaar voor de rit? Ryder, de burgemeester zit op haar motor in een enorme stalen bal. Ik heb alle pootjes aan boord nodig om die bol tegen te houden. We komen eraan, Ryder. Rubble, gebruik je schep om een heuvel op te werpen. Rubble is aan de motorrol. Is oké, burgemeester Goodway? Oh, ja hoor. Chickaletta was een beetje duizelig. Oh, Ryder. Ik kan jou, de motopups en Wildcat niet genoeg bedanken dat jullie mij hebben gered van die hoge brug. Geen probleem, burgemeester. Wanneer je in de knel zit met de Gromgrom Club, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. De Gromgrom Club zit vast op Slingertop Mesa met de tourbus van de burgemeester. En dus zijn de burgemeester en de toeristen gestrand. Help! Dus voor deze missie selecteer ik Wildcat. Fantastisch! Ik ben klaar voor een wilde rit. En Rubble. Rubble is aan de motorrol. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Oh, Ryder, ik ben zo blij dat je er bent. We komen helpen, burgemeester. Rubble, maak de weg vast vrij. Komt goed, Ryder. Miauw, superspeed boosters. Miauw, bolwerper. Oeh, een loopkoord. Ik heb altijd al over een koord willen lopen. Ik heb geen schijnheilige pups nodig die me redden en al helemaal geen kat. Hubcap, het is veiliger als... De Gromgrom Club doet niet aan veilig. Wildcat, we moeten die bus onder controle krijgen. Rubble doet zijn best om de weg op tijd vrij te krijgen. Ontkom, grijpklauwen. Weer een motor minder. Yeah! Hou je vast. Schiet op, Rubble. Ik ga iets anders proberen. Een schans. Rubble heeft een schans gemaakt. Wow. Woehoe. Ryder, Wildcat, Motopups, bedankt dat jullie ons gered hebben. Wanneer je bus wordt gekaapt door motorrijders, we laughen om hulp. Motopups, klaar voor actie, Ryder, meneer. Op Chase na dan. Daarom zijn we hier. We moeten onze teamgenoot zoeken. We vinden hem. Ryder, mag ik ook helpen? Natuurlijk, Wildcat. Met jouw motorrijkunsten kun je ons helpen met zoeken in de smalle canyonspleten. Dank je, Ryder. Oké, Paw Patrol is niets te doel. Iedereen in orde? We zitten opgesloten. Haal ons er weer uit. Dat wil ik best doen, maar dat lukt niet zonder de andere motopups. Ik hoor het alweer. Volgens mij komt het hier vandaan. Schep! Wildcat! Kom maar niet te dichtbij, hoor. Ik wil je niet weer laten niezen. Het is niet jouw schuld, Wildcat.
We blijven gewoon vrienden. Die pups vinden zichzelf zo goed. Maar als je zoiets gaafs bouwt als dit, dan redden we onszelf. En kunnen we lekker herrie schoppen. Kijk! Oh! Chase, jij redt de piloot. Wildcat, jij redt de jet. Komt goed, Ryder. Jongens, ik heb wel iets voor je tegen het niezen. Hey, zonder te niezen. Ik heb een hypoallergene filter toegevoegd die de allergie tegenhoudt als je de helm op hebt. Dank je, Ryder. Wanneer je nies voor problemen zorgt, dan hachoe, je om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Chase-style. De wingnutten hebben Oscar als vermist opgegeven. Arme Oscar. En we moeten een vreemd voertuig vol met troep vinden waar boerin Yomi voor waarschuwde. Daarom is dit een ultieme reddingsactie. Chase zit bovenop deze ultieme reddingsmissie. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Chase, is dat niet een troepwagen? Raf, klap! Dat moet vast de mysterieuze kar zijn waar Yumi het over had. Sky, kijk of je kunt zien wie dat ding aan het bestuur is. Ga ik doen. Ik vlieg er naartoe. Kijkers. Het lijkt wel alsof er een struisvogel achter het stuur zit. Dat moet Oscar zijn. De familie Wingnut zal wel blij zijn. Maar we moeten nog steeds die kar tegenhouden en Oscar eruit halen voordat hij ergens tegenaan botst. Goed punt, Ryder. Sky, waar rijdt Oscar nu heen? Hij rijdt richting de stad. Als dat troepmonster zo doorgaat, rijdt hij straks de baai in met Oscar er nog in. Zuma, pak je straatsurfer om Oscar te stoppen. Straatsurfer! Jullie onze jongen hebben gered, hoor. Wanneer je struisvogel wegrijdt, belaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. De onderzeeër van François kwam tegen een vrachtschip aan en zit nu vast. Dus voor deze missie wil ik... Sky. We gaan de lucht in. En Zuma. Ik duik erin. Oké, Paw Patrol is niet de doel. Sky, gooi de haak. Wuf, haak. Wuf, grijpen. Mooi, op drie. 1, 2, 3. Top, oké, Zuma, haak maar los. Ryder, de onderzeeër heeft een gat in het vrachtschip gemaakt. Maar hoe moet ik al dat vuilnis nu bij de recyclebedrijven krijgen? Chase, breng je werper. Kom eraan, Ryder. Rocky, breng je recyclewagen. Kom maar naar het strand. We gaan naar boven, Zuma. Oké, Rocky. Upcycle dit plastic in 2 grote pontons en een reusachtige stofzuigerslang. Te gek! Je wagen heeft enorme bootdrijvers. Het afvallek zit ongeveer daar. Ik zie het, Ryder. Ruff, werper! Ik heb je werper geladen met balletjes kit waarmee we het gat kunnen dichten. De kit is uit gaan zetten en heeft het gat gedicht. Dus Rocky, pak je stofzuiger en zuig de boel schoon. Oké, ik begin hierboven. Heel erg merci voor de redding. Graag gedaan. Wanneer je in diepe zeenood zit, blaf dan om hulp.
Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Goed jullie te zien, pups. Een baby-olifant en zijn vader zijn geschrokken van een hard geluid in de jungle. Wij moeten de baby snel uit de drijfstand halen voordat hij nog dieper zinkt. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol. En Rocky. Groen is gaan. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Rustig maar, jongen. De Paw Patrol is onderweg. Eén steen de brug, komt eraan. Wow, dat is best diep drijfzand. Zou dit werken? Goed idee, Rocky. Als steen niet werkt, maken we een brug van hout. Wow. Rol de haak op, Chase. Ruff, haak, rol op. Uh-oh, baby is groot. We moeten de wagen verzwaren. Bedankt, heel grote vriend. Rubble, leg die stam onder hem. Ik maak je los. Kijk goed waar je loopt. Goed gedaan, jongens. Graag gedaan, papa olifant. Niet vergeten, wanneer je een eng geluid hoort, blaf dan om hulp. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Burgemeester Goodway zit vast in cement en er rolt een hamster rond genaamd Burgemeester Goodwhiskers. Een hamstermeester? We moeten de hamster en de mensenburgemeester redden voordat het te laat is. Dus voor deze missie wil ik... Rubble. Rubble is aan de rol. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Oh, Paw Patrol, gelukkig. Kunnen jullie me loskrijgen? Geen zorgen, burgemeester. Rubble lost dit wel op. Paf, sloophamer. Dank je, Rubble. Maar wat doen we met... Oh, burgemeester Goodwhiskers! Chase en ik vinden haar wel. Weet u waar ze heen is gerold? Ze ging die kant op. Oh nee, ze rolt naar het water. Ik red haar. Huh? Ik zie haar niet. Kijk, een babywalvis. Burgemeester Goodwhiskers zit op de walvis. Zuma, kom snel met je sub voor een hamstermissie. Ik duik in! Ik ben een rider, recht onder de walvisbuik. Mooi, wacht op mijn teken. Let op, Zuma. Nu! Oké, gast, het is kieteltijd. Pap, grijper! Kiele, kiele, kiele! Ah! Oh, daar komt ze! Vang haar, Rubble! Ik heb haar! Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je klasdier vermist wordt, belaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.